wethouder hartelijk welkom in de Jozefkerk, wat verbouwd gaat worden tot MFA. Wij hebben als vrijwilligers van de Jozefkerk graag meegeholpen om de kosten te drukken. Voor de MFA, maar met name eigenlijk voor de Kaarsjeskapel. Daarvoor hebben wij eigenlijk onze inzet getoond. Fijn dat u ons wil komen bezoeken. Ik geef graag het woord aan u. Ja, dank u wel. Tuurlijk, als vrijwilligers aan de gang gaan, dan wil je ook je gezicht laten zien. Dat vinden wij als gemeente natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Burgerparticipatie, betrokkenheid van burgers. En te meer op deze plek, hè? De Sint-Jozefkerk, waar zeg maar tientallen jaren de parochianen, zeg maar, lieverleden hebben meegemaakt, hè? Elkaar ontmoeten. Het was echt ook een ontmoetingsplek. En ik vind het daarom zo mooi dat parochianen ook meegeholpen hebben om die nieuwe functie te geven aan de kerk, om er een nieuwe ontmoetingsplek van te maken. En daarom ben ik ook hier. Natuurlijk, in de eerste plaats omdat jullie ons ontzettend hebben geholpen met het verwijderen van het plafond. Wat volgens mij een hels geweest is. Met al die latten die allemaal flink gespijkerd zaten. Daarvoor wil ik de vrijwilligers ontzettend bedanken. En ik heb daarvoor ook dadelijk een heerlijk warm worstenbroodje meegebracht. Niet als vergoeding, maar wel als blijk van waardering, laat het duidelijk zijn. En ik wil vanaf deze plek natuurlijk ook gezien Hofmans van Harte Beterschap mensen. Die wat ongelukkig terecht is gekomen en zijn kaak heeft gebroken. Rien, als je kijkt, van Harte Beterschap zou ik zeggen. En het worstenbroodje hou je wel te goed. ja, we staan hier natuurlijk ook om echt een start te maken voor de nieuwe MFA, hè, de nieuwe ontmoetingsplek. En daarvoor gaan Hilly en ik dadelijk, ik weet niet wat we gaan doen, maar... Volgens mij mocht je niet gaan slopen, maar... Mocht je niet gaan slopen? Zullen we het zo zien. Oké, dus de sloop als zijn de nieuwe start van de verbouwing, die door BCP de hand wordt genomen. En ja, daar willen wij BCP natuurlijk ook alle succes bij wensen, ook een voorspoedige bouw. En misschien zit er nog wat tijdwinst in dat we in maart... Als het er een beetje in wil zitten, ik weet het niet, het is allemaal heel krap, maar dat we in maart misschien al het gebouw in gebruik kunnen nemen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Mooi zijn. Ja. En ik weet dat de aannemer daar ontzettend zijn best voor doet. Oké. Goed, nogmaals, allemaal vrijwilligers, hartelijk dank. En misschien moeten we nog een keer een beroep op jullie doen, ik weet niet of dat bezwaarlijk is, maar tot zover in ieder geval. Hartelijk dank voor jullie inspanningen. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel. Zo, ja. Dankjewel. Dankjewel. Oh ja, dat mag. Ja. Ja, je hebt wel een stukje dingen. Het komt heel goed. Ja, kom daar. Ja. Yes.